Even doorrijden dan, kom op. Let's go. Hé, ik lig laatste, hoe kan dit nou? Hé, je hebt me toch net ingehaald, toen kan je nou laatste liggen. Ik heb een punt gemist. Hier, kreeg je die paal op. Die man die ligt gewoon een hele lap achteraan. Ik lig voor jou! Helemaal niet. Dat denk jij. Ah nee, ik crash nu. Of niet? Ik zit er nog op! Ik zit er nog op! Ik zou doorrijden. Ik rijd door! Ik vind het wel leuk dat we allemaal iets anders aan het proberen zijn. Ja, ik ben... Zit ik te kijken? Kom op! Ja! Nee, ik ben boven de box! Ik ben bovenop! Ik ben bovenop! Zo mensen, Yarasky hier, welkom bij weer een nieuwe GTA 5 Online race sessie hier op. Ah! Nee. Zo, wat doe jij dan? Ik beuk eventjes. Alsjeblieft, hè. Ik heb geoefend, hè. Pas maar op. Ja? Maar, we zitten hier vandaag samen met Mike en samen met Ryan. Lekker met z'n drieën. Hallo. Hallo. En we gaan zoals altijd, Mike. Ja, we gaan zoals altijd, maakt niet uit. Weer 3 nieuwe races. Heb je er nu zin in? Rammen natuurlijk kaart op lijkt om straks super gaaf vinden. Ga ik niet te abonneren, dat was ik. Ga ik niet te abonneren om op de hoogte te blijven van alle nieuwe uploads en... Oh, yo. Stond op palen, ja, alle palen kan je omver rijden, behalve die van de metrolijn, dus... Daar moet je wel van oppassen. Naar links, naar links! Ja, ik wil je tankshot in mieten. Zij je nou echt behalve die van mij? Wat? Jij zegt behalve die van mij. Ja. Ik ga er soms ik hoorde echt niet op reageren. Nee, ik wilde het eigenlijk niet horen, maar ik hoorde het wel. Oh, oh, andere kant op, andere kant op. Oh, shit. Deze stunt is even opletten. Ik ben heel ver af. Nee! Nee! Ik kan hem kiezen. Nee! Bro! Ik wist niet wat ik moest doen op het einde. Ja, dat meen je niet. Bro, ik was er letterlijk. Rijn zie ik er weer naast gaan, dus dat is mooi. Wauw, wat een troll. Ik heb precies hetzelfde. Ja, op het einde, hè? Ja. Dat op het einde is echt vies, man. Maar nu weten we het, Mike. Althans, ja, jij wist het al, want ik had je al gewaarschuwd. Maar ja, je zit niet op te letten. Nee, dat klopt. Dus, waarom haal ik dit niet? Ik kan je zeggen, ik heb hem. En ik kan je ook zeggen dat er 3 laps in totaal zijn, dus... 3? Ja, 3, ja. Dus nou, ik zou hem doorrijden. Oh, wat gebeurt? Ik ben nog nooit zo ver geweest. Hij gaat sowieso op het einde falen, hé, Mike. Let op. Nee! Hij moest hem boven. Bro, we hadden je zo erg gewaarschuwd. We hadden je zo erg gewaarschuwd, ouwe. Ja, maar waar slaat dat op? Waar slaat dat op? Oh, ja, we zeiden het heel de tijd, hè. Ja, en nu haal ik hem weer niet meer. Let's go. Ik ben weer bij de stunt. Ryan, wat ben je aan het doen? Oh shit. Ik moet even op adem komen. Ik zat achter me te kijken. Ja, ik zat achter me te kijken. Ik rijd vol tegen een paal aan, ouwe. Ja, gelukkig was het niet jouw paal, dus dat zit wel goed. Maar... Ja, zit dat goed? Ja, ik wil jouw paal wil ik niet aanraken. Hop, deze kant op. Nee! Hij is er weer naast, Mike. We kunnen het zo hard lappen. Ik had hem wel bijna gecheat, hè. Wacht, hier op het einde oppassen en let's go. Ik heb Ryan gelapt. Dus. Ja, ik heb nou niks in mijn beeld. Jawel, bro, ik heb hem alweer gehaald. Nee, ik rij alweer op de weg. Nee, ik zweer het je, ik heb niks in mijn beeld. Nee, je hebt hem gewoon gemist. Je wil het gewoon niet zien. Dat is iets anders. Kreeg ik hem. Oh, let's go. We mogen niet geunlapt worden nu Ryan hem heeft gehaald. Dus... Maar wacht even op mij, dan gaan we samen rijden. Nee. Oké, wacht even op Ryan. Kom. Dan kunnen we met z'n drieën rijden. De zon komt ook op. Ja. Even doorrijden dan, kom op. Let's go. Ik lig laatste, hoe kan dit nou? Je hebt me toch net ingehaald, toen kan je nou laatste liggen. Ik heb een punt gemist. Hier, kreeg je die paal op. Die man die ligt gewoon een hele lap achteraan. Ik dacht in de loop van de jaren. Ja, natuurlijk zit ik je uit te lachen, wat denk je zelf? Hij is weer gecrashed! Ja, tegen die paal aan de binnenkant. Nee, maar in de eerste lap, jij beukte een paal omver en ik knalde over het stoplicht heen. Ja, en nu rij je voor me, bro. Ik dacht, ik doe hetzelfde, alleen ik laat mezelf crashen. Ja, dat is slim. Ik ga alweer de stunt in voor de laatste keer, hoop ik, als ik hem haal. Voor de voorlaatste keer. Ik vind het wel een leuke stunt, alleen dat einde, dat is echt wel even een beetje tricky. Hier, even rustig, hè, Ryan, even rustig! Ja, beuk elkaar er maar af. Dan ga ik, als jullie het niet erg vinden, hoppatee. Naar de finish toe. Mike is zo'n irritant ventje, hè, als hij voor je... Nee. Hier reed gewoon... Bro, Ryan, jij staat 1 minuut en 45 seconden achterhouden. Dat is precies een lap. Ja, dat is precies een lap. Cheater. Lekker, man. Mike. Wacht heel even op Ryan, ja? Even stil gaan staan, Mike. Ja. Nou, ik wil graag over de finish eigenlijk. Nee, even stilstaan. Ja, ga maar over de finish. Je hebt even gewacht. Ja, oké. Nee, maar nu crash ik. Ja, je hebt toch even gewacht, Mike. Ja, daarom. Je hebt heel even stilgestaan. Hij is helemaal tot stilstand gekomen, dus... Dan moet ik hem cheaten. Hoe kan je dit ooit cheaten, bro? Ook al cheat je hem, kan je hem ook niet meer halen, maar... Oh, wat? Hij heeft het gewoon! Nee, het gaat niet sneller, want je landt echt in the middle of nowhere. Maar je had wel de checkpoint, ik hoorde zo plunk. Nee, ik had hem gehaald. Echt, deze man kan elke race cheaten. Het is echt ongelooflijk. Maar we gaan door naar race 2. De tweede race is begonnen en bij de beschrijving van deze race... Ja, lees maar op wat er op de container staat hoor, Jan. Bij de beschrijving van deze race, met je schorre stem... Ja, ik heb nog steeds last van de laag. Ja, ik hoor het, ja. Stond dat dit een redelijk makkelijke wallrit is, want je ziet hoe breed de wallrit is. Maar er zit één smal, tricky stukje in. Dus, ja, succes. Wat doen jullie? Wij stunten even. Wij maken de race wel spectaculairder dan het is. Meest complete checkpoint. Maar ik heb de checkpoint gemist door die sprong. Dit is karma, omdat je me tegen die container aan beukte, nou, hè. Maar welke auto heb jij, Ryan? De Furia. De Furia. Ik heb echt geen idee welke auto dat überhaupt... Uh-oh. Ja, je gaat ook niet weten waar ik ligt te ver voor. Ja, bro, ik lig voor jou! Helemaal niet. Dat denk jij. Oh nee, ik crash nu. Of niet? Ik zit er nog op! Ik zit er nog op! Jan, ik zou doorrijden. Ik rijd door! Doorrijden, Jan. Ja, ik kan niet sneller dan dit. Hoppa! Ja, je zal wel moeten. Heb je hem ook gehaald? Oh, Ryan heeft hem ook gehaald! Oh, ik slip weg, ik slip weg, ik slip weg. Waar is die man? Zo, Ryan. Ja, hij is helemaal doorgevlogen. Oh, ik mis de checkpoint. No. Wacht even. Wacht even, Mike. Wacht even, ik mis de checkpoint. Wacht even. Want de jus, dat kan ook weer, ja. Ik sta naar jou te kijken in de spiegel, ja. Nou, toen lag ik weer laatste. Ja, Ryan. Ik moet je wel zeggen, het is wel knap. Het is wel knap dat we hem alle drie in één keer hebben gehaald, ouwe. Maar we moeten nog een lap. Dus, ja, gaan we hem nu weer alle drie in één keer. Ja, ik zat achter me te kijken. Ik had niet tegen dat links, ding aan. Hier moeten we links, links. Naar rechts, rechts. Nog een keer rechts, nog een keer rechts. Ja, nog een keer rechts. Ja, nog een keer rechts. Lap 2. Oh, lap 2. Oh! Oh, dit is karma, jongen. Niet voor je. Ik krijg wel door. Let's go. Oké, nu ben ik wel een beetje zenuwachtig. Want als je hem nu niet haalt, dan gaat de DNF heel snel lopen. Oh, ik vind jouw kleurencombinatie wel nice, ouwe. Dankt. Ik had het tegen Mike, maar... Nee, dat heb ik al. Nee, je mist de checkpoint! Mike, kan ik je nog even inhalen? Ga je gang. Toppie, dan ga ik als eerste. Dit is echt zo'n oldschool Haagse race met die checkpoints die echt... Ja, die checkpoints zijn echt een beetje tricky inderdaad. Oké, concentratie. Ik krijg even opjagen, Jan. Nou, doe maar niet eigenlijk. Boven naar beneden, Jan. Jan, kijk uit. Nee, ik heb hem al. Let's go. Let's go! Naar boven, hè? Oh mijn god. Ik land er gewoon, joh. Easy peasy. Oh, Mike! Mike lacht hem niet! Oh, ik ook niet! Ik heb hem gecheat. Nee, hij heeft hem gecheat! Wacht. Ik heb gewoon die ramp gepakt. Nee, echt! Deze man niet ziet elke race, joh. Ik kan je wel zeggen, ik had gelukkig wel een checkpoint. Dus ik ga wel mooi eerste worden als jullie niet erg vinden. Ga jij? Ja, Mike laatste. Oh. Nee, jij gaat laatste worden. Kom hier. Je kan Ryan nog wel inhalen, joh. Nou, de bush in. Oh ja, je moest wel naar links, hè? Ja. Meter één keer om. Jongens, let op, je moet zo meteen naar links. En dan weer naar rechts. En dan weer naar links. En dan nog een keer naar rechts. En dan kan je vloep over de finish. Ik moet wel zeggen, ik ben serieus trots op ons. We hebben gewoon een dunne wallrate, alle drie in één keer gaan. Oké, nee, wacht. Want Ryan heeft het gecheat, dus ik moet Ryan geen complimentje geven eigenlijk. Nee, dat is het complimentje. Ja, oké, je hebt goed gecheat, maar niet goed gehaald. Ja. Oké. Wel heeft niemand de DNF, dus goed gedaan. En we gaan door naar de laatste race. De laatste race gaat beginnen en deze race is gemaakt door Bob is een Bouwer. En dan kan je hem al een klein beetje zien aankomen, want het is een trollrace. En kijk even in de verte. Ik wens jullie succes. Waarom doe ik hier aan mee? Waarom doe ik hier aan mee? Dit is me niet zo geweest. Ryan, het is een trollrace. Wil je nog meedoen? Nee, ik ben er weg. Dan heb je pech, want je bent al begonnen. Dan moet je het afmaken ook. Zo, ik zie helemaal niks. Ik heb echt geen idee. Ik ben aan het vliegen. Ik ben in een buis geland. Dat ik een checkpoint heb. Ik weet... Oh nee, het is letterlijk... Het is letterlijk alleen maar de finish zoeken! Oh, wacht eens even. Oh, dat is leuk. Kan ik snel. Is dit hem niet gewoon? Heb ik hem in één keer? Ik doe mee, Jan. Wacht, waar is überhaupt de finish? Beneden hier bij mij. Is die... Of zit hij gewoon op de grond? Op dat platformpie. Oh nee, hij zit in een box ernaast. Hij zit in de box ernaast. Met boksen. Tik hem aan, ouwe. Ja, ik ga met je mee hoor, Ryan. Ik ga echt lachen als we hem gewoon in één keer hebben. Dan ga ik helemaal stuk. Ga je me naapen, Jan. Hoezo? Ik ging hier als eerste in hoor, ga weg! Nee, deze, ik kan niet terug. Nee, ik ben er helemaal doorheen aan het rijden. Ik ga nog steeds verder. Oh, hij loopt hier dood. Oké, dit is... Ja, hij loopt daar dood. Dit is hem niet. Welkom in een trollrace. Er zit hier een klein gat op de hazen. Nee, ik geloof er helemaal niks van, maar... Oh, wacht eens even. Ik heb nog iets gevonden. Ja, maar waarschijnlijk zijn dit gewoon 30 routes, maar één is de juiste. Wij zijn het gewoon allemaal boksen in elkaar. Ben ik nou echt zo hard getrold? Nee, ik ben... Bro, ik ben een box ingesprongen en ik kan... Ja! Oké, dit is hem niet. Is er al iemand in die blauwe buis geweest hier? Mike, dat is hem niet. Mike, dat loopt dood. Nee? Ja, ik wil even kijken waar die zit precies, die checkpoint. Ik wil even kijken of ik in die blauwe buis kan komen. Ja, dat kan. Oké, nice. Dan ga ik het hier even proberen. Ik hoop wel niet dat met onzichtbare muren en zo. Nee, het is van Bob is een Bouwer. Dus dat is met onzichtbare muren waarschijnlijk. Oh. Nee, het is niet meer. Het is niet. Nee, je moet bij Bob altijd opletten hoor. Ja, Bob, ik wil dat je stopt. Wacht, waar zit die finish nou? Ik ben letterlijk in die paarse buis, maar... Ik dacht dat hier de finish was. Nou, ik denk het verkeerd. Kan ik hem hier niet pakken gewoon? Nee, hè? Huh? Heb iemand überhaupt de finish al gezien? Ik heb geen eens de finish gezien, dus... Huh? Wacht, ik ben letterlijk ernaast, maar ik weet dus niet waar die zit. Oh, ik wil hier uitkomen, maar dat lukt net niet. Ik weet ook niet of die hoog of dat die laag zit. Oh, kom op. Oké, ik ben eruit. Ik ben sowieso uit de box. Ja. Hoe de hel rij je op een buis? Ja, ik rij hieronder op de buis. Ik zit in een doolhof. Helemaal aan de zijkant. Wacht even hoor. Oh nee, maar waarom... Yeah. Dit moet iets zijn, want waarom zou die een heel doolhof aanleggen? Ja, dat is altijd met een trollrace. Ja, ik denk, waarom zou je... Oké, dat is wel waar, maar... ja. Wauw, waar ben ik? Volgens mij zie ik de finish. Zit hij hoog of zit hij laag? Ja, die zie ik ook op mijn kaart. Ja, ik zie de finish ook op mijn kaart, sorry. Dat was echt een heel slow rechtsvermogen, maar... Als dit het is, weet ik niet meer hoe ik erbij gekomen. Dat is succes. Ik zie de finish! Ik ben aan de verkeerde kant van de muur! Oh, rip. Nee! Nee, ik ben aan de verkeerde kant! Volgens mij zit hij in de witte buis. Nee, hij zit... Wacht. Ik zie hem daar in de verte zitten. Hij zit... Hij zit in een... wit... Nee, hij zit in een wit gedeelte. In een nieuw gedeelte of zo. Hoog. Oh, nee! Wacht, ik ga even terugrijden. Misschien kan ik daar nog verder namelijk. Ah, dit is het. Oh, pas op, niet ontploffen, niet ontploffen, niet... Ah! Ik ben op de golfbaan. Ik ben op de golfbaan, ouwe. Dat kan ik nu wel even kijken. Ja, dit moet het zijn, dat kan niet anders. Ik zweer het je. Oh, ik kan even kijken naar de trollbox. Rijk het water in op de golfbaan. Lekker, Jan. Oké, hier wil ik het niet over hebben, ja. Dat lijkt me het allerslimste. Dit moet het zijn, alleen ik kom er niet in. Ja, dat zeg je al heel veel tijd, hè? Nee, ik zweer het. Dit is het. Dit moet het zijn. Is er al iemand achter dat markraampje gevallen? Ja. Ja, daar is voor mij Ryan al een paar keer in naartoe gegaan. Oh. Maar ik vertrouw Ryan nooit, dus... Oh, wacht. Er zit hier wel een ander soort muur. Er kunnen onzichtbare randjes zitten, hoor. Dus... Of de onzichtbare doorgang. Oké, nee, dit loopt echt dood. Achter dat markkraampje loopt echt dood. Ryan, waar ga jij naartoe? Ga weg. Wat doet hij? Moet je hier naar beneden? Oh, hij landt hier op die witte buis. Oh, ik ga op de kop, Ryan. Wacht, ik kan ook via hier proberen een keer. Ja, maar die witte... Oh, ik land in het zwembad. Oh, jij bent al bij dat ammunition board geweest, Mike, of niet? Ja, klopt, daar ben ik al, maar er zit ook helemaal niks. Ik ben nu op die groene buisje waar jij nu onder, ik weet niet of... Ja, je zat onder mij. Want ik zit nu op die buizen, zit ik nu. Want ik ga even die groen-gele buis in. Ik weet zeker dat dit het is, maar je moet, het is gewoon te moeilijk om er te komen. Oh nee, die groene-gele buis loopt helemaal dood. Want kan je op de witte buis ergens iets mee komen of niet? Ik weet niet hoe je... Ja, op die witte buis kan je sowieso oplanden. Vanaf hier. Wat wil jij nou? Ik ga via boven even kijken. Want... Oh, wat? Niks. Oh ja, wacht, je moet draaien. Oh, dan zit je op deze buis. Wacht eens even. En hier... Hij heeft ook wat dingen neergezet, maar... Oh ja! Ik zie dat je tot hier helemaal nergens naartoe kan ofzo. Maar misschien door een muur heen ofzo. Ja, maar waarom zal hij hier platformpjes neerzetten? Als ik kan helemaal doorrijden, hè? Ja. Oh, wacht, hier is nog een platform. Maar hieronder, wat ik zie, of wat ik net in deze groene buis zag, zat er weer een schuin platform weer eronder. Wacht, kan je hier niet door die muur heen? Dit ziet er wel heel raar uit namelijk. Nee, heb ik al geprobeerd, ik kan niet doorheen. Echt? Maar je mag wel proberen. Dat is zo'n raar uitziende muur namelijk. Maar oh. Nee, daar kan je inderdaad niet doorheen. Wat als we op die groene buis landen, Mike? Ja, ik ben nu op de witte buis geland. Ja, maar als je op de groene buis landt... Dan kan je, als je op die groene buis kan komen, kan je op de muur komen. En misschien kan je vanaf de muur kan je wel die box inspringen. Nee, dit is het. Ja, dat hoor ik jou al 10 minuten zeggen, bro. Ja, maar hij komt er dus niet. Er zit een gat alleen. Oh nee, niet eraf vallen. Oké, wacht. Ik ben nu op de groene buis. En het probleem is, hij heeft daar een heel stuk afgezet. Nee, ik ben weer bij het begin. Ja, dit is het niet. Waar is die finish eigenlijk? Oh nee, die groene buis... Oh, wacht, misschien kan ik er wel langs komen. Nee, wacht. Daarnet naar dat doolhof, ja. Jij hebt de looping gedaan recht in een blauwe buis. Waar je in moest komen. Ik ben letterlijk de andere kant van. Ik heb echt geen idee waar je het over hebt. Ja, jij was via de andere kant gegaan. Ik ben alleen die kant de hele tijd aan het proberen dat jij had gedaan. Ja. Ik weet nog steeds niet waar je het over hebt! Ja, dan moet je eens komen. Wacht, laten we eerst nog een keer die groene buis proberen die heb afgezet. Ja, wat, ik probeer eerst dit nog een keer. Ik zag nu dat ik er recht langs kon namelijk. Ho! Is er überhaupt al iemand op de muur gekomen? Nee. Oké, want dat is misschien wel een optie. Ga ik er hier langs kunnen komen? Nee, dit is te steil denk ik. Dit is te steil. Althans. Nee, dat is te steil. Oké, daar kom je er sowieso niet langs. Er ligt hier een buis. Moet je niet gewoon naar die buis springen, daar? Wacht, kan je niet gewoon... Wacht eens even. Kom eens, respawn eens, Jan. Wacht. Kijk, gewoon zo. Je pakt die boost. Oh. Nou, je komt hoog, ouwe, als je die boost pakt. Oh, niet ontploffen. Is iemand dan naar die verste buis gesprongen? Welke vers? Die blauwe? Nee, die gekleurde daar. Nee? Ja, met die boost kom je er wel, maar alleen moet je de remglitch doen. Ja, maar met die boost kom je sowieso, als je die boost pakt, kom je sowieso al bijna bij de top van de box. Oh, nee. Allee, jongen. Hey, dat was ik niet, je knalt zelf er tegenaan. Ja, jij maakt geen plaats. Oh mijn god, bro, ik was er bijna overheen, ouwe. Wow, yo. Ik vind het wel leuk dat we allemaal iets anders aan het proberen zijn. Ja, ik ben... Zit ik te kijken? Kom op! Ja! Nee, ik ben boven de box! Ik ben bovenop! Oh mijn god, maar waar is nu de finish? Bro. Zit de finish op een of ander dartboard of niet? Denk het wel. Wacht. Kan ik daarop landen, denk je? Zal ik het proberen? Want ik probeer het, ja, ik probeer het. Oh, ik ben er! Let's go! Ik heb echt geen idee of dit de manier was, maar ik ben gefinished, ouwe. Nee, helemaal niet. Je moet in de trollbox gewoon een manier vinden om te finishen. Ik heb een manier gevonden om te finishen. En ik ben eerste. Ik ga er weer overheen. Ja, een beetje snelheid, een beetje... Oeh! Holy shit, Mike die was er bijna bovenop, ouwe. Oh. Ryan vliegt er overheen. Nee. Hoe dan? Land hier, land hier! Ja, kijk. En dan via... Oh. En nu? Waar ben jij nou dan? Hé, er zit hier gewoon nog een hele spirel, bro! Oh. Ryan, waar... Ik weet niet waar Ryan allemaal uitkomt nu, maar... En de pinkroom. Ja, je zit in de roze box nu, maar... Wacht, pas op, rij gewoon rustig. Oh, Ryan staat er nu bovenop, maar waar is de finish nu dan? Ja, achter die grote muur daar. Alleen die zit daar dicht, volgens mij. Kan je nu niet langs die bowlingballen? Jawel, kijk. Van de langs. Ik ben zo bang voor een boost, hè. Nee, gewoon rechtdoor, denk ik. Kijk uit, er zit een gat tussen. Ja. Je moet een aanloop nemen, nou, hè. Hop! Deze man heeft een hele andere route aan de zijkant van de buis ontdekt. Nee, maar dit is hem niet, dit is hem niet. Geen boost. Nee, dit is een troll! Ryan, zeker, dat was niet de manier, bro. Hij wordt nog even getrold, ouwe. Oh, die vind ik wel mooi. Jij hebt echt niet hoe je route gedaan. Nou, ik ben toch gefinished? Dan maak jij zit elke race te cheaten. Laat mij ook een keertje cheaten. Gaan jullie nou maar finishen 10 minuten later? Oh, Ryan gaat er weer. Oh, Ryan is erop, Ryan is erop. Remglitch. Oké. Je moet hier, Ryan. Kijk, zie je dat dartbord daar? Nee. Ja, recht onder je. Oh, daar. Daar moet je op landen. Maar heel rustig naar beneden vallen. Nee. Ja. Ja, zo ja. Nou, daar gaat hij hoor. Het moment van de waarheid. Kijk uit voor de obstakels. Ryan, land erop. Oh, nee, naar rechts rijden. Mike. DNF. De DNF is begonnen. Ja. Echt, Ryan, je had nog geluk. Maar zag je het? Het is... Ik zie geen enkele andere manier om op dat dartbord te komen, hoor. Oh, Mike. Nee, oké, hij heeft een DNF. Ik kom nog steeds niet. Nee, 10 minuten later is Ryan gefinished en 10 minuten later heeft Mike alsnog een DNF. Dus daarbij zit ook weer deze video erop. Dus mocht jullie hebben genoten, ram er natuurlijk keihard op, like, dat zou ik super gaaf vinden. En Bob is een bouwer. Als je deze video kijkt, laat even in de reacties weten of wij de goede manier hebben gevonden of hem hebben gecheat. Ik denk namelijk eigenlijk dat we hebben gecheat, maar aan de andere kant denk ik ook weer dat dit de manier was. Maar ik heb geen idee, want ik heb de race niet gemaakt. Dus, bedankt al voor het kijken, bedankt al voor de support. Check de race uit, check mijn kanaal, check Rijn's kanaal uit. De links staan in de beschrijving en hopelijk ook weer tot de volgende keer. Doei. Bye bye. Joejoe.